Maar eerst gaan we naar de bush, waar de dieren ontwaken en iedereen wacht op een lekker ontbijtje. Verzorger Christian is in de centrale keuken en bepaalt het menu voor vandaag. Verschillende vogels, zoogdieren en reptielen, groot en klein, ze worden allemaal op hun wenken bediend. Nou, laatste poedertje. Klaar om te roeren. Zodra het eten de bush in wordt gereden, slaan de vogels direct hun slag. Vooral de wormen zijn in trek. Je ziet hier roodrug buidelspreeuwen op de kruiden. Die komen massaal erop af. Want die hebben nu jongen. Dus die pakken extra veel meelwormen en die gaan gelijk terug naar het nesten om de jongen te voeren. Bij het ontbijt komen alle kleine dieren uit de bush tevoorschijn om te eten. En zo kan Christian ze elke dag goed bekijken. We hebben natuurlijk 1,5 hectare regenwoud en die vogeltjes die kruipen weg. En op zo'n voermoment komt er natuurlijk heel veel op af. En dat is het observatiemoment van de dag. De otters zijn hongerig en ze weten dat ze aan de beurt zijn. Christian wordt enthousiast begroet. De otters komen gretig op het voer af. Er staat voor hen vlees en een gekookt ei op het menu. De capybara's huizen bij de eenden en de zeekoeien. De capybara voeren. De grootste knaagdier van de wereld. En de familie van de cavia ook. Dus het is niet verbazend dat ze dus ook caviakorrel krijgen. Komt nummer 2 ook aan. Ze zijn wel volledig aangepast aan het water. Je kunt zien dat ze een beetje zwemvlies tussen de tenen hebben. En bij gevaar duiken ze meteen het water in. Dan verdwijnen ze helemaal onder het water. Dan kunnen ze wel de omgeving goed in de gaten houden. Ze hebben de oren, de ogen en de neus precies op één lijn liggen. Zodat ze de boel in de gaten kunnen houden terwijl ze zelf eigenlijk helemaal onder water zijn. De zeekoeien krijgen namelijk ook wat. Maar de ene krijgt nu vast een eerste portie. Dit zakt gelijk naar de bodem. Dat is een beetje tarwe voor de zeekoeien. De zeekoeien gaan nu als een soort stofzuiger de tarwe opzuigen. Caviakorrel krijgen. Komt nummer 2 ook aan. Ze zijn wel volledig aangepast aan het water. Je kunt zien dat ze een beetje zwemvlies tussen de tenen hebben. En bij gevaar duiken ze meteen het water in. Dan verdwijnen ze helemaal onder het water. Dan kunnen ze wel de omgeving goed in de gaten houden. Ze hebben de oren, de ogen en de neus precies op één lijn liggen. Zodat ze de boel in de gaten kunnen houden terwijl ze zelf eigenlijk helemaal onder water zijn. Maar eerst gaan we naar de bush, waar de dieren ontwaken en iedereen wacht op een lekker ontbijtje. Verzorger Christian is in de centrale keuken en bepaalt het menu voor vandaag. Verschillende vogels, zoogdieren en reptielen, groot en klein, ze worden allemaal op hun wenken bediend. Nou, laatste poedertje. Klaar om te roeren. Zodra het eten de bush in wordt gereden, slaan de vogels. De capybara's huizen bij de eenden en de zeekoeien. De capybara voeren. De grootste knaagdier van de wereld. En de familie van de cavia ook. Dus het is niet verbazend dat ze dus ook. Direct hun slag. Vooral de wormen zijn in trek. Je ziet die roodrug buidelspreeuwen op de kruiden. Die komen massaal erop af. Want die hebben nu jongen. Dus die pakken extra veel meelwormen en die gaan gelijk terug naar het nesten om de jongen te voeren. Bij het ontbijt komen alle kleine dieren uit de bush tevoorschijn om te eten. En zo kan Christian ze elke dag goed bekijken. We hebben natuurlijk 1,5 hectare regenwoud en die vogeltjes die kruipen weg. En op zo'n voermoment komt er natuurlijk heel veel op af. En dat is het observatiemoment van de dag. De otters zijn hongerig en ze weten dat ze aan de beurt zijn. Christian wordt enthousiast begroet.
De otters komen gretig op het voer af. Er staat voor hen vlees en een gekookt ei op het menu.